Panther, check de klok. We hebben nog 17 uur en een paar minuten tot de jaarlijkse Skipsies BMX Rodeo. Dat is precies genoeg om nog wat te oefenen. Maar kijk, is deze opwarmstunt niet veel vetter dan alle stunts bij elkaar? Als ik voor een driepunter ga, oefen ik vanaf de middenlijn. Oh ja, net als voor het kerstdiner een enorme lunch naar binnen proppen. Denk je nou echt dat je met dat plusding kunt winnen van mijn nieuwe fiets? Gordon Gibble. Weg Veligveen in het huis. Oh, wat is dit nou toch? De gouden lasso-trofee. Ja, en als ik jullie zo zie, dan denk ik dat ik dit jaar gewoon weer de BMX Rodeo win. En hoe wilde je dat gaan doen dan? Op dezelfde manier als vorig jaar. Spelen? Duh, ik bedoel met de beste en duurste fiets die er is, want geld is geen probleem. Vergeet de fiets, het gaat om de fietser. Ja, vast. Westmeligveen, uit. Ja, uit. Ja, op. Ik zie je bij de start, ouwe. Daar gaan we. Wauw, het gaat echt om de fietser. Klep dicht. Is alles goed met je? Panther, bel een ambulance. Huh? Heb je je zo bezeerd? Hey, kan ik je... Blauw beest! Wat? Ze was zo jong. Ze kreeg vorige week haar eerste roestplekje. Waarom? Oké. Kan je hem maken? Wel goed. We hebben hem alleen niet op tijd klaar voor de race. Je moet het fixen. Ik kan niet winnen bij de rodeo zonder blauwbeest. Ik kan niet leven zonder blauwbeest. Kijk, de rodeo begint over een uur. We moeten een nieuwe fiets vinden. Een nieuwe fiets? Rodeo rijden zonder blauwbeest is als oud en nieuw zonder oliebollen. Zonder blauwbeest kan ik niet meedoen. Laat je die valsspeler Gordon weer winnen dan? Je zei het net zelf, Kik. Vergeet de fiets. Het gaat om de fietser. Ik doe het. Yay! Blauwbeest zou het zo gewild hebben. Er is maar één klein probleempje. Door de drukte van de rodeo zijn alle BMX-fietsen uitverkocht. Wat moeten we nou toch doen? Wat staat er achter die deur? Niks! Ik kan er niks over zeggen! Het is een groot geheim! Achter die deur staat de meest zieke, vette, ontembare fiets aller tijden! Je bent echt goed met geheimen, Raz. Dank je! Waar komt hij vandaan dan? Ben je in Mexico? Nou, niemand weet het zeker. Hij was er op een dag opeens. Misschien komt hij wel uit de wildernis! Misschien komt hij wel uit de ruimte. Oké, waarschijnlijk niet uit de ruimte. Wat we wel weten is dat iedereen die op deze fiets gaat zitten op zijn plaat gaat. En ze fietsen dan nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. Ik heb geen keuze. Welkom bij de Skipsies BMX Rodeo! De race van vandaag wordt mede mogelijk Matowski? Ik dacht dat je uit de race lag door technische problemen. En hoe weet jij dat nou weer? Doet er niet toe. Ik zie dat je op de baggeragger rijdt. Ik was al favoriet, maar nu kan ik je echt vernederen. Succes op de ragger.
Gaan we nog vals spelen, baas? Wat denk je zelf? Dames en heren, welkom bij de jaarlijkse Skizzy's BMX Rodeo. Ik ben Res en dat is Hush. Zeg eens hoi, Hush. Hallo. Vandaag hebben we een schokkende, gekke, niet te geloven BMX race. De trots van Melig Veen, Kik Matowski, zal uitkomen op de baggerrasser. Weet je zeker dat het gaat lukken, Matowski? Ik had je op dat oude wrak ook wel verslagen, maar hierop maak je helemaal geen kans. Vergeet de fiets. Het gaat om de fietser. Psst, wijsneus. Niet twijfelen, Kik. Je kan het. Blijf gewoon vastberaden, gefocust en... appelflap! Eén trap, alstublieft. Komt wel weer terug. Eens verloren, blijf verloren. Racers op de plaats. Klaar voor de start. Het eerste onderdeel van het parcours is de BMX lanceerinstallatie. En Matowski ligt laatste. Zoals mijn goede vriend Hush altijd zegt, een soepele rit is je beste vriend. Maar Matowski heeft geen vrienden bij deze race. Kik probeert uit alle macht zijn stuur vast te houden. Maar ik vrees het ergens te volgen. De baggerrasser rekt Matowski uit als een energie. Je zou de spanning kunnen snijden als dat mogelijk was. Maar dat doen we niet. De rijders komen nu bij de Rodeo Clown Halfpipe. Oeh, en wat voor pijn voor race nummer 12. En ook wat voor humor voor ons. De baggerrasser trekt Matowski dwars door ieder gat. Daar zou je een extra punt voor moeten krijgen. Maar dat krijgt hij niet. Het parcours valt een race zwaar. Kibbel ligt op kop, maar dat zegt niet veel. Kik Matowski doet zijn best om terug te komen. Ongelooflijk! Kik Matowski lijkt de baggerrasser eindelijk onder controle te krijgen. Wat heb jij erover te zeggen? En daarom ben je dus de baan, man. Matowski loopt nu in op Kibbel. Jij gaat heus niet binnen, Matowski. Ik ben onverslaanbaar, onverschrokken en... Babi! Wow! Kijk die Kibbel eens gaan! Het lijkt wel of dat hij om afstand bestuurd wordt! Wie van de twee houdt er vaart in het oog van het paard? Ers, ik krijg mijn ogen niet meer normaal. Jij bent nooit van me, Matowski. Nooit! Dit is niet te geloven! Kik Matowski neemt de leiding voor de laatste stunt! Het netelige hoefijzer! Dus toch de fietser. Plan B. Oh nee! Matowski is zijn fiets kwijt! Nu kan hij de race nooit meer uitrijden! Later, loser! Matowski valt al zeker een dood tegemoet! Het is klaar! Het is afgelopen! Het is... Wacht eens! Blauwbeest is weer terug! Matowski heeft hem in de lucht opgevangen! Blauwbeest? Maar hoe? Dit is onvoorstelbaar, mensen! Matowski is terug in de race op Blauwbeest en hij stuurt nota binnen met één hand! Dit is BMX race op zijn allerbest! Matowski wint met onverwachte hulp van Blauwbeest en zijn beste vriend Gunther, die blijkbaar een waanzinnige lasser is. Yay! Gast, het is je gelukt! Je hebt de gouden lasso-trofee terug! Bedankt, jongens, maar het is ons gelukt. En het draait niet om de trofee, het draait om de fietser en zijn fiets. Ik heb het al eerder gezegd, maar zal het nog één keer herhalen. Goed materiaal is je beste vriend. Dat is prachtig, Hush. Ik dacht dat ik je beste vriend was. Sorry. Hoera! Nou, terug naar de vertrouwde veiligheid van onze garage. Ja, en dat wordt waarschijnlijk de hele nacht sleutelen als ik Blauwbeest zo zie. Ja, nou, als ik dat zo zie, lijkt het je vliegkist wel. En dat lijken je snowboards wel. En je oude helmen. En mijn korstjesverzameling. Eindelijk, mijn verzameling is compleet. Hé, hey, wegwezen. Schiet op, wegwezen jullie. Sta je verkleed als kapper in mijn garage? Jouw garage. Dit is de nieuwe oefenruimte van de opkomende band, The Yeah Brad. En deze hippe outfit gaat alle chickies helemaal lijp maken.
Je lijkt wel een afgekeurd fotomodel. Nu wegwezen. We zullen zien wie er op wat lijkt als de Yeah Brats winnen bij The Battle of the Bands. Als we gewonnen hebben, gebruiken we de garage om te chillen met de chickies of om onze online video's te schieten. Volgorde maakt niet uit. Wacht op me, kik. Gunther, tijd voor plan B. Wat is plan B? Wij gaan ons inschrijven voor Battle of the Bands. Maar kijk, we hebben niet eens een band. Klopt, Gunther. We gaan het land in. Speuren heel Melegveen af. We gaan mensen zoeken voor de gruwelijkste band die ze hier ooit hebben gezien. We verslaan Brad en krijgen de garage terug. Oké. Kijk, goed nieuws. Ik heb eindelijk mensen gevonden voor in de band. Echt waar? Ja, kom op. En? Dus, dit is... Jij komt niet in de band. Zoals ik al zei, dit is dus Howie op cello. Meer krijg je er niet uit, vocaal gezien. Dit is Emo Joch, meester op de fluit. En dit is Mary op de castagnette. En tenslotte de beeldige Jackie op klarinet. Ik speel erop omdat het klinkt als je naam, Clarence. Gunther, kan ik je misschien heel even spreken? Gunther, zijn dit de beste die je kon vinden? Nou, ja. Dit zijn de enige in Melegveen die je niet hebt weggejaagd met je stunts. Mij jaagt hij niet weg, hoor, kik! Ik weet niet, Gunther. Weet jij het zeker? Ah! Een band is een band is een band! Ah. Gunther, waarom word je nou zo boos? Die garage is gewoon van ons! Van ons! En Brad moet zo nodig altijd alles verpesten! En als we niet van hem winnen, dan... Gunther, rustig aan! Nee! Nee! Het maakt me gewoon! Dat kleine meisje is boos! Ah. Oh, daar krijgt hij spijt van! Yeah, kom op! Wat? Ik ben niet opgevoed in een slechte buurt. Maar dat gedoe van die zwerver heeft nu lang genoeg geduurd. Dus ik wil je horen schreeuwen. Ik ben een vrolijke noot, ik doe niks. Dan boos kijken en zagrijnen. Vind je mij te blij? Dan moet je begrijpen. Ik doe bijna niks liever dan een cirkel bijten. Tik, 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 tikkerelli. Wow, Gunther. Oh, en dan nog iets. Rozijn in mijn brownies, mam. Wat ging er door je heen? Doe anders nog wat rijst in zo meteen. Ik ga me aanstellen, mijn advocaat bellen. Ik wil mijn moeders gezicht zien als hij de zaak presenteert en haar een lesje leert. Dan weet ze weer dat ze niet moet dollen. Of met een viking brownie recept moet zollen. Dus bak ze niet zo, man, bak ze niet zo. Waarom? Dus bak ze niet zo, Check it, check it. Waarom zegt dit Patrick steeds? Kunt u je met lui, je doet niet mee. Waarom moet ze me afblaffen als ik alleen achter in de klas leeg te maffen? En door tot de K, tot de A, tot de N-tiener. Waar de smaken niet kloppen, zitten schokken, mijn vrienden blijven vertroffen. Dus wat wil je doen me niet te stoppen? Bij de lunch. Toodaloo-doo. Gunther, waar heb je zo leren rappen? Wat? Rappen. Oh, dat is gewoon mijn manier van klagen als ik boos ben. Rappen draait voor een groot deel om klagen. Gunther, volgens mij hebben wij nu een band. Hoera! En die band heet vanaf nu de Chimichangas. En nu gaan we een garage terugpakken. 1, 2, 3. Wat krijgen we nou? Je eigen bandje begonnen? Inderdaad. En vanavond, als we je keihard verslagen hebben, wil ik mijn garage terug. Noem je dat een rockband? Het is meer een groep mensen die niet op een rockband lijkt. Ah. Het is heel gezellig, maar we moeten naar onze garage om te oefenen. Ik mag Brad niet laten winnen. Moet rocken. Bandleden, laat Brad maar eens zien hoe hard wij rocken. Dat zijn niet de instrumenten die we bespelen. Ja, maar een band is een band is een band, toch, Gunther? Nou, Mary, als je de castagnette speelt, dan kun je vast ook maat houden op de drums. Maar... Howie, een cello is bijna hetzelfde als een bas. Jackie, jij gaat hier staan met je gitaar. Maar kijk... En jij hier, Emo Joch. Kijk, iedereen probeert je duidelijk te maken... Pound die mic, Gunther. Oké, en rocken! Ik kan helemaal niet rocken, joh. Nee, niet weggaan! Nu krijgen we de garage nooit meer terug! Nooit meer! Waarom zou ik me druk maken om die suffe Yeah Brads? Hij is überhaupt nooit ergens goed in. Oké, jongens, nog één keer vanaf het begin. Weet je wat ik denk? Oh nee, ze zien er dan wel kansloos uit, maar die band is echt goed. Hey Brad, cool dat we onze natuurlijke talenten mogen gebruiken in plaats van ons te dwingen iets anders te doen. Dit moet ik fixen. Wow, kalm aan, Kik. Waarom al die haast? Ik moet de band weer bij elkaar zien te krijgen. De band bij elkaar krijgen? Gunther, ik heb jou in de band overal gezocht. Hey, Kik. Wat ben jij aan het doen? Ik logde net in op het forum van hoe je verder moet met je leven als je band uit elkaar valt en je de garage van je beste vriend nooit meer kunt gebruiken.com. Gunther,
Je had gelijk. Ik had iedereen in de band moeten laten doen waar ze goed in zijn. Het is wel een beetje jammer dat je hier nu pas achterkomt. Zeg maar nadat ze je op stang joegen en ze gillend het riool inliepen en zo. Hou maar op, Gunther. Ik heb op de gekste plekken gezocht. Ze kunnen overal zijn. Of misschien staan ze al op de goede plek. Waar dan? Denk na, Kik, als je één plek moest kiezen. Waar kan je dan vanavond de meeste muziekfans vinden? Welkom bij de Battle of the Bands. Nu eerst Rowdy Remington. Dank je, gozer. Dit lied heet Mijn Vriend. La 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 la, mijn vriend. La 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 la, mijn vriend. Boo! Boo! Sorry, gast. Het publiek heeft gesproken. Nee, luister nou. Nee! Kik, kijk. Ze staan daar, eenzaam, bij de bal. Hé, hey, jongens. Is er nog wat over? Zeg, horen jullie nou ook iets? Schiet nou op. Het spijt me, jongens. Ik dwong jullie iets te doen wat jullie niet wilden. Maar ik ben erachter dat het draait om jezelf zijn en doen waar je goed in bent. Dat is wat een band goed maakt. En dan nu de Chimichangas! Wat zeggen jullie ervan? Maar we hebben onze instrumenten niet. Gunther. En, doen jullie mee? Dames en heren, de Chimichangas! Hey, een van die sukkels staat niks te doen. Disqualificatie! Dat is waar, Kik. Ieder bandlid moet iets bespelen. Ik iets spelen? Nog niet eens bij stilgestaan. Ik speel geen instrument. Ik speel wel met gereedschap. Wat? Gunther! Ja, Kik? Je moet beginnen met rappen. Waarover? Is er dan niks waar je boos over bent? Nee, de band is weer bij elkaar en we gaan zo optreden. Het leven is te gek. Gunther, kom op! En mevrouw Fitzpatrick dan? Of het kantine eten? Of je moeder die rozijnen in je brownies meebakt? Dat doet ze voor de vezels trouwens. Nou, kom op! Hé, hey, dat kleine meisje kan niet zingen! Ik sta op de uitkijk, zie dat ik een puist krijg. Moeder zit me op de huid, ziet dat ik hem uitknijp. En voor Bert en zijn band zijn we te hoog gegrepen. Rocket op een grote steen in de lucht, daar is niet overdreven. Chicky, chick, 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 chickerelle. Horace, Pansy, pak ze! We hebben je liedje niet afgemaakt. Ha, dan ben je gedisqualificeerd. Sorry, coole kikker. Dat zijn de regels. Doe niks af aan onze vriendschap, hoor. Woop. En nu, de Yeah Brats. Leuk geprobeerd, losers. Hey, dames. Wij zijn de Yeah Brats. En dit nummer is voor jou, een bijzondere vrouw. We hadden hem bijna. We hadden echt bijna de garage weer terug. Zo bijna. Maak je niet druk, Gunther. Het gaat niet meer om de garage. We hebben ons best gedaan met een gave band, dus... Ik moet! Ik ben het beubred en zijn sabotage. Het zijn een stel sukkels, gekleed in paarse camouflage. Pak me mijn hand, dan gaan we samen. 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 Kijk, de Yeah Brats zingen niet echt. Ze playbacken. Vriend, dat is een boze kleine meid. Het meest boze meisje van de hele wijde wereld. Kleine meid. Heb hem afgemaakt, dus ik win, oké? Super cool. Weet je wat? Het is goed zo. Jammer dat we niet gewonnen hebben, hè, Kik? Het maakt niet uit, Mary. Ik denk niet dat de Yeah Brats nog veel zullen repeteren in de garage. Dus is de garage weer van ons. Hé, hey Kik, de garage is de ideale plek om ons advent weer nieuw leven in te blazen. Harold, mag het wat zachter? Ik mag echt nooit iets van haar. Hé, hey Kik, hoeveel Brads zijn er nodig om een lamp te verwisselen? Geen idee, Gunther. Hoeveel zijn er nodig om een lamp te verwisselen? 7?